Dit herinnert aan het medische werk. Dat is nog lang niet ten einde. Aan de noordkust van Nederlands Nieuw-Guinea begon in april 1955 een omvangrijk systematisch werk. Met de hulp van de UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie wordt de gehele bevolking onderzocht en zo nodig behandeld om de vreselijke volksziekte Frambeuzia uit te roeien. 100.000 mensen werden reeds onderzocht en nog gaat het werk voort. De inwoners van een kampong worden persoonlijk opgeroepen en verwezen naar het veldlaboratorium dat hier werd ingericht in het huis van het kamponghoofd. Iedereen wordt onderzocht op de eerste verschijnselen van Frambeuzia, de tropische ziekte die afschuwelijke wonden doet ontstaan. De mensen zijn tevoren ingelicht. Ze kennen het belang van de actie en weten dat die alleen kan slagen wanneer er zich niemand aan onttrekt. Na dit oppervlakkige onderzoek wordt een bloedproef genomen. Microscopisch onderzoek zal aantonen of de betrokkenen reeds de ziektekiemen in zich draagt. Gebleken is dat de bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea vrij algemeen besmet is. Penicilline bleek ook voor deze ziekte het enig doeltreffende bestrijdingsmiddel. Een enkele inspuiting is meestal voldoende om de ziektekiemen te doden. Zo gemakkelijk van vertrouwen is niet iedereen. Er zijn er die twijfelen. Er zijn er die het eerst nog moeten zien. Er zijn er die zich maar overgeven. En er zijn er die nooit, nooit meer één dokter zullen geloven. Het zal een prachtig resultaat zijn wanneer de moordende Frambeuzia geheel zal zijn bedwongen door de injectienaald, waarvan de voorouders een vermoeden schijnen te hebben gehad. Het is reizen en trekken als bij elke activiteit op Nederlands Nieuw-Guinea. De medische teams gaan van dorp naar dorp. Het reizen valt zwaar en de werktijd is lang, maar een geslaagde zending geeft een zeldzaam gevoel van voldoening.